weer wat spectaculairs doen. Ach, wat heb ik hier zin in. Vandaag wordt er een hele leuke dag, want vandaag gaan we naar Duitsland. En ik ga niet in mijn eentje, maar... Shadowbee komt ook mee. Ja, ik ga natuurlijk niet zonder Shadowbee. Vooral vandaag niet. Vandaag heb ik jou echt nodig. En wat gaan we vandaag doen? We gaan meedoen aan een evenement. Ik weet nog niet hoeveel auto's komen, maar er komen genoeg auto's. We gaan met z'n allen een route door Duitsland rijden door het een en al gekkenhuis. En ik denk dat onze oren na vandaag enorm pijn gaan doen. Hoe we precies gaan rijden, wat we precies gaan doen, weet ik niet helemaal. Maar ik weet wel dat dit gekkenhuis wordt, dames en heren. En het allerleukste aan YouTube is, ik moet nu ongeveer 1,5 uur naar Duitsland gaan rijden. Maar jullie hoeven dat niet mee te maken. Daar gaan we dan. Wat een timing. Daar is het benzinestation. En kijk eens naar mijn tank. Hij is bijna helemaal leeg. Daar gaan we dan. Super 100 Racing. En daar gaat de BMW. Hopsakee. Dames en heren, we zijn aangekomen bij VDM Cars. Eerste pitstop waar ride-along events gaat beginnen. Voor ons staat al een gekke BMW. Ik denk dat iedereen nu op deze parkeerplaats gaat verzamelen. Ga nu eventjes ontbijten en dan kunnen wij gaan vertrekken. Shadowbee staat met wat andere auto's. Het is een van de eerste keren dat ik op tijd ben. Normaal ben ik altijd niet op tijd, omdat het zo ver weg is. Dan qua timing komt het nooit goed. Maar vandaag gewoon 10 minuten te vroeg. Niet normaal. Het ontbijt staat hier al klaar. Voordat we daar aan gaan beginnen, gaan we even kijken naar wat hier staat. Kijk eens, hier kan je nooit genoeg van krijgen. Hier kan je nooit genoeg van krijgen. Alsof één niet genoeg is. Twee. Wat een bommetjes hoor. En niet te vergeten ook een van mijn favorieten. De Mercedes G63. Als je deze niet mooi vindt, dan weet ik het ook niet meer. Ik durf gewoon bijna dat brood niet te pakken, want het ziet allemaal zo mooi uit. Dat lijkt alsof het voor de sier is. Maar we gaan gewoon eten. Alles ziet er zo lekker uit. Check die worstjes, bacon, omeletjes. Oh, dat worst. Oh mijn god. Het ontbijt was echt super lekker. Ik heb echt genoten. We gaan even naar buiten toe en even kijken wat hier nou allemaal staat. Twee mooie Alfa Romeo's. GTR. Ik vind deze auto zo vet. Ford Mustang. Alsof het niet genoeg was, check deze GTR dan. Dit is niet normaal. Deze Wrap is ziek. Echt heel vet. Hele mooie AMG. Nog een mooie C63. Zo, deze lamp vind ik vet. Gewoon in de lamp gaat het lak gewoon door en dan zitten de lampjes er gewoon in. Het ziet er vet uit. BMW van net. Deze vind ik ook heel bijzonder. Deze is gewoon volledig van leer. Ik denk dat die zo gerapt is. Check van dichtbij. Heel ziek. En nog een hele dikke Ford. Nou, het houdt niet op. Hier staan ook nog dikke auto's. Met een Porsche Corvette. Hey, die is mooi. Van je zien nou. En een M2. Ik heb de auto gestart. Ruitenvloeistof leeg. Maakt niet uit. Iedereen gaat naar zijn plekje. We hebben een goodiebag gekregen. Pirelli, wat zit erin? Water en nog wat dingetjes. Maakt niet uit, het is gewoon tijd om te gaan rijden. Dames en heren, ik heb de camera hier vastgezet op het raam en veel met de GoPro naar buiten. Iedereen begint nu langzamer uit te rijden en dan gaan we beginnen. Lijkt wel oorloggebied hier. Is niet normaal gek. Echt niet normaal. Oh mijn god. Ja, nu zie ik natuurlijk geen hol meer. Iedereen gaat naar links. Ik denk, ik volg het gewoon. Oh mijn god, waar zijn wij gek? Het is begonnen, dames en heren. Het is begonnen. Ik heb de route niet, dus daar moeten we met z'n allen ook bij elkaar blijven. Ik hoop dat het goed gaat trouwens. En als het goed is, gaan we gewoon langs mooie gebieden, lekker rijden, door wat stadjes heen, dorpjes. En gewoon een mooie dag van maken. Duitsland verkennen met mooie auto's. Dit gaat leuk worden, dames en heren. Heerlijk dit. En daar gaan we. Mooie natuurgebieden, geen snelheidslimiet en alleen maar mooie auto's. Hoe mooi kan je dit hebben? We zijn nu even bij een kleine pitstop om weer met z'n allen te verzamelen. Hier zo staan we weer met een groep auto's. Vraag me echt af wat mensen wel niet denken die hier zo langs lopen. Wat een lawaai. We zijn nu niet eens met de hele groep, want de helft is alweer verloren. Iedereen heeft zijn logotje ook al op de auto. We kunnen elkaar niet kwijtraken. En ik stap weer in. Ik doe mijn gordeltje om. En dat we gaan vertrekken. Cameraatje aan, GoPro aan. En we kunnen weer. Hoppa, even reffen. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Dit is niet gezond, hè. Dit is niet gezond. Dat geluid. Ik kan het niet beschrijven wat hier zojuist gebeurde. Dat was niet normaal. Oké, dames.
dames en heren, we rijden nu door allemaal landweggetjes heen. Concentratie op 100. Wat is er? Oh mijn god, ik wil net zeggen, we zijn de hele groep kwijtgeraakt. We zijn nu met een BMW M2 en een Nissan GTR. En daar rijden we al een tijdje mee, omdat we de groep zijn kwijtgeraakt bij een verkeerslicht. Want het stoplicht stond voor ons op rood. Maar nu toevallig zijn ze gewoon voor ons. Heerlijk rijden door de landweggetjes. Ik had niet verwacht dat de landweggetjes in Duitsland ook nog best wel lekker rijden. Eerste locatie, dames en heren. Dit ziet er mooi uit. Wat een rit was dit, zeg. Niet normaal. We rijden nu een van de paleis in of zo. Super mooi. Wauw, kijk waar we rijden dan. Het lijkt alsof je in een sprookjesbos bent met al die dingetjes die ik vind. Ja, het lijkt echt alsof we in een sprookjesbos zijn. Al die bladeren, steentjes. Holy moly, kijk hoe mooi dit eruit ziet. Wow. Ik dacht, we gaan gewoon bij een tankstation staan of zo. Nee hoor. Dames en heren, we zijn uitgestapt. Het is hier lekker warm. En check dit dan. Al die auto's hier zo bij elkaar. Hopsakee. En kijk wat een prachtig kasteel, denk ik. In ieder geval een hele mooie locatie. We gaan hier lekker eten. Kunnen we even kijken naar de mooie plaatjes. Dan hebben we die gekke GTR weer. BMW van leer met die gekke knallen die jullie net hoorden. En nog een mooie Porsche. Iedereen begint weer langzaam in een auto te stappen. Ik ben al ingestapt. We gaan verder met deze rit. En ik ben benieuwd waar we eindigen. Oh mijn god, dit geluid is niet normaal. Die BMW daarachter. Is gestoord. Wat een lawaai. We verlaten de plek. Een hele mooie plek. We zijn een seconde weg en chaos is alweer begonnen. Stoplicht, drie man, dit wordt een drag race. Als het goed is aangekomen bij de laatste pitstop. Iedereen is elkaar uiteindelijk kwijtgeraakt. We zijn met een klein groepje nog overgebleven. Iedereen in die kleine groep is verdeeld. Maar we zijn met z'n allen weer op dezelfde eindbestemming. Nog niet iedereen is er, maar dat komt wel weer goed. Yes, daar zijn we dan weer. Op de laatste pitstop. Weer met mooie auto's. Daar staan nog wat auto's. Hier komt er nog één aan. Zo. Ja, hele mooie plaatjes. GTR niet te vergeten. Dit ding is niet normaal luid, gek. Echt heel luid is dit ding. Ik durf er niet achter te staan, want dan ben ik echt doof. Echt officieel doof. Ik ga een beetje afstand nemen. Jongens, ik weet niet wat... Wacht. Test to look. Nice. Yes. Okay. Looks okay. Nicer. Yeah. And now wait for this. Looks nicer too. Okay. And now wait for this. Weet je wat er allemaal gebeurt? It's Bob. Wat een ding. Och, wat was dit toch leuk. Heb je nog geen duimpje omhoog achtergelaten op deze video, dan moet je dat nu echt doen. Ben je nog niet geabonneerd, dan moet je dat ook doen. Heb je dat belletje nog niet aangedrukt, moet je dat wel helemaal doen. Dames en heren, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik vond het echt een hele vette ervaring om dit mee te maken. Dit was de allereerste keer dat ik aan zo'n evenement meedoe. Wil jij nou dat ik vaker aan dit soort dingen meedoe en ook mijn camera meeneem? Laat het dan weten hieronder in de reacties. En laat het weten door middel van een blauwe duim omhoog, wat je waarschijnlijk al hebt gedaan.
Ik vond het heel erg vet. Dit was heel erg leuk rijden door Duitsland. Dames en heren, ik bedank jullie voor het kijken. En dan zie ik jullie maandag weer bij een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Peace.